Zombie-Apocalypse Hofstuck 9. Dream Sequence 2 Delta at Bunker Charlie, Aflevering 1, 15 Mai 2021. ZE, Hövel ZE het onbekende Virus hadden verwerven, waren wödende, gewalttätige, herzenlose Zombies gefutt mit Wredheit. Wat er ook mit hen was geburt, of het nu Beiprodukten waren van EEN biologisch gefahrlich Experiment dat verkehrt was gegaan of dat ZETE fehl giftige Lucht hadden ingedämmt, het hat er vorgezorgt dat ZE elk levend Wezen dat ZE tegenkwamen, inklusiv Mensen, hadden gedut ong verslonden. We nu emden ZE als afflicted things. Diese getroffen Dingen bieten onge Urden gewohnlich in het Vlies van Huns Lachtoffers. Gewohnlich, tön afflicted things hun Messscherpetanten in Huns Lachtoffers hat gekriegen, was er niet viel mehr over. Angetaste Dingen vermeden menselike Damen. Ika Fröckmi AF, waren de ITD-Zelfte Wezens, die verantwortlich waren vor het Blödbad BIJ Bunker Charlie? We müssten EEN Luchthafen opruimen die met hen TE Marken hat, EEN Grote Kampagne under Leiding van de Grote Mannen OP het VN Hofquartier met de Codenam Wipe, EM Clean. Ika magte deel UIT van EEN Team van ZES Medici ong twee Gefechtssoldaten die als Bewakers funge erden. Mein Partner, EEN Mann UIT Hong Kong, 7 Fuß 3 Zoll lang ong 290 Pond, totale Spiermassa, was Lung Hee Chung, EEN vormalig Lied van de Hong Kong Sweat. HIJ wilde dat we HEM de rode kommunistische Chinese Mordena no emden, ma we nöm de HEM in Platz da waren HK Gai. HK Gai hat sich vorbereit op de Streit, met de Bedo Eling de Zombie Apocalypse TE Overleven. HIJ rück EEN Shorgan, EEN Speziale Ops A15 ong 30 Wapens. HIJ hat fehl mehr Gefechtserwaring denn IK, um die Reden, IK folgte zin Vorbild. Drei Gefechtsenheden gingen de Ingang van Terminal 1 binnen um der Afflicted Things OPTE ruimen. EEN Grut Antal anderes Quadrants hatte Tag gekriegen um andere Delen van de Luchthafen OPTE ruimen. Het Hofquartier van de VN Wilden Incheon International Airport in Seoul vrijmaken van Afflicted Things, zodat het Fliegfeld wer kon functioneren. Het Hospital Personal befand sich 20 Meter van het derde Team. Totus war was er niets drastisch geboort. De Radio van de Hofmedewerker was gefut met geschreuf on geschreuf, vergezelt van EEN Vreselijk Tumult van Pin Ong Nut. Feierfich HTS barste los tön alle andere Squadrons elk deel van de Luchthafen und Ruimden. Het klonk als of onze Jongens zware Klappen kriegen. Herhalde verzögen onmiddellijke Evacuation medische Assistentie werden gehört van Bina elk anders Quadron dat de Luchthafen opruimde, vergezelt van EEN Pandemonium TE midden van de Wurtschfechten. Alle ZES Medici waren Veteranen van de IT-Sort Konflikten. Het geschreuf hat gen in flöt OP hen. Hun Rackzacken waren tweaker so zwar als hun Lichamsgewicht. Elk hat EEN Zijam M9. HK Gai stond voran, de ZES Medici zatten in het midden on IK bedeckte de Achterkant. De Leider van het derde Team sprak in de Radio on kontrollerde de leidende Medicus. Doc, Radiokontrolle. De leidende Hospic antworte, wie fen 20 Meter achter, allemal weg. Plots brak er Louis de Brandbestreiding UIT, de US de Communication met die Person viel UIT. De Hoforts war scho WDE anderen met Hablik. HK Gai kontrollerde het Folgapparat um erzeka van TE zin dat we niet werder denn 20 Meter achter de laatste Gefechtsteam waren. HIJ sei, waren OPCs 20 Meter. Volk MIJ. Wies lögen EEN höck um, war HK Gai even blief staan met zin wapen nahe Forengericht. De Wurtschfechten gingen door. De afflicted things schreeuften tönende Kogels ZEUITLK schurden. De leider van de erste plög platzte EEN Nudopröb vor Medici. De Hofort sei, OP weg.
Meta ka gai foran renten wi da hin ong renten langste der de ong twide plög, die hun pferdediegende positis handhaften. Gen van hen hat destits medische Zorg nodig. In de volkende höck, de ingang van de gang, lagen lichamsdelen van de afflicted things op de grond, samen met zur blöd. De overgrote Mehrheit van de gewallen afflicted things was gestorven door in het hof te worden geschoten. We hadden strikte orders gekregen om de afflicted things door het hof te schieten. Er waren ongewir wieftig van die dingen war waren de hoofden waren afgeschoten of in stukken geschoten. Hun lichamen waren nackt. Hun fronten werden gemerkt door zeer grote aderen. Tussen dat on de kogelgarten was het meurlijk om niet te braken. Het dikke blöd van de afflicted things was ook abnormal extreme donker rood on dik als lijm, vergezelt van de sterk zu regeuren van een onbekende chemische stof. Ika was erbina zeker van dat deze afflicted things on de andere afflicted things het eind product waren van een of ander biologisch gefahrlich experiment dat amok was geworden of anders een experiment dat gunstige resultaten hat opgeleverd voor de Nordkoreaanse gekke wetenschappers, zoals ze hadden gehoopt. Hö denn ook, onder andere de drie gefechtsinheden hadden het mandat gekregen om zonder mankeren op vizier te morden. Gebeten worden door EEN van de getroffen dingen was EEN gegarandeerde doet. We bereikten de eerste plug. EEN van de soldaten was in de nek gebeten ong er ontbrak EEN grootstuk vlies, war door de aderen ong het wetwifsel bloot kwamen te liggen. Degenen die de soldat hielpen, letten extra OPH blöd niet ante raken. De hofmedewerker evaluerde de soldat ong seitön dat iedereen terak müst komen. De soldat was doet, maha licham trilde alle kanten op. De hofmedewerker geber adena ha kagai om ha in het hof te schieten. Op hetzelfde moment dat ha kagai zin gewehr hief om werder te gaan, takkelde de leider van de erste plöck hem. De twee begonnen te vorstellen terwijl de anderen tökeken. Beiden kwamen wer overeind. De leider van de erste plöck riep. Jeschiet hahofer niet af. Haka gai du wde zin tegenstander tegen een moer ong zweide met zin winger in zin gezicht. De lengte van de leider van de erste plöck was ongewir 5 Fuß 6 Zoll, ong haka gai was ruim 7 Fuß 5 Zoll. Tönde kleinere Mann ihn mal besäfte dat het nutelos su zin um tegen zin viant te fechten, halde hi j zin zijam teforin ong richte het recht ophk gies gezicht. De hoforts schree uwde, hal je wapen van zin gezicht weg, anders est a je vor de kreigsrat. De leider van de erste plöck gebruikte zin linker hand um zin twide zijam te packen, die hi j recht op het hof van de leidende hospik wees. De rest stond stil on kikto. H.I.J. Reap, ins keken hö je het wind als je hof eraf word geschoten. De hoforts riep, de it sort overtreding zal je laten ophangen. Kan mi niet schälen, antworte H.I.J. Niemand gaat een van mijn soldatenhoften eraf schieten. De leidende medicus riep, gaat zitten. De leider van de erste plöck wurde een schot boven het hof van de leidende hospik. Zin andere teamleden richten hun wapens op ons achten, wie richten onze wapens op hen. Als er per ongeluk een ontlading was gebeurt met de ene kant in de während der stelling dat de andere kant erst hat geschoten, so de it een blödbad betegnen. Het wiederong der des Quadren stormden op het geluid van een gewehrschot af. Beide Squadrons stonden stil met hun wapens nahe beneden. De leider van het wieder team riep, waren elkas wiant niet. Die dingen zinde wiant. Julien.